Goedemorgen, het is vandaag donderdag en we hebben vandaag de hele dag door afspraken. Dus ik ben blij dat ik gisteren nacht heb lopen editen. Of ik me daar niet druk om te maken. En dan hebben jullie natuurlijk een vlog van mij vandaag. Anders ga ik het echt niet redden. Of mijn lens in doen. Ik ben vroeg opgestaan. Want ik heb straks even een afspraak met mijn ortho. En die is heel vroeg gepland. Omdat er was de enige mogelijkheid nog. En ik moet mijn spalk echt even goed zetten. Zo, ik ben inmiddels al klaargemaakt. Ik heb lekker gedoucht en mijn haren gedaan. Ik heb eindelijk weer los haar. Ik heb denk ik echt 1 week lang gewoon vast haar gehad. Ik heb me even ook omgekleed natuurlijk. Ik heb een jurkje aan van Naked. Dit is echt heel erg chill. Ik weet niet of die nog verkrijgbaar is. En mijn nieuwe oorbellen. En nu lekker naar de ortho. Ik hoop dat mijn spak gefixt kan worden. En mijn gebroken tand ook. Ik vind het echt zo rot. Normaal gesproken als ik zeg maar een afspraak heb. Vooral in de ochtend of mijn eerste afspraak van de dag. Sowieso, dan rijd ik even langs de Starbucks. Dan weet ik veel wat om koffie te halen of ontbijt te halen überhaupt. En ik vind het altijd zo irritant als je dan een afspraak hebt bij de ortho of bij de tandarts. Dat je dat dan niet kan doen. Want ja, van tevoren heb je helemaal je tanden gepoetst en weet ik veel wat. Dan je mond gereinigd. Ja, een stuk zonder ontbijt en zonder koffie. En I'm cranky as fuck. Zo, ik ben klaar met mijn afspraak. Het ging best wel snel gelukkig. Ik hoefde niet lang te wachten, maar volgens mij is het ook wat minder druk bij de tandarts en ortho. Even een update. Ik zei dat er een stuk tand aan mijn spalk vast zat. Maar dat is dus niet waar. Dat is het composiet. En daarmee wordt dus de spalk gelijmd aan je tand. Dat zag ik en dat leek dus inderdaad op mijn tand. Maar het is allemaal weer vast. En ze zei ook, het is echt letterlijk mijn tweede of derde keer dat mijn spalk los komt te zitten. Bij sommige mensen is het gewoon levenslang goed blijven en dat ik gewoon pech heb. Dat is vet raar. Maar ik kan dus mijn spalk vervangen door een nachtbitje. Maar dat ga ik echt niet doen, want ik ga het vergeten. En dan heb ik straks gewoon kromme tanden. Nu gaat deze meid lekker een koffietje scoren. Yes, yes, yes. Ik denk dat ik met Nessie ga ontbijten straks. Zin in. Ik ben alweer thuis. Die wind is echt zo irritant. Ik heb mijn Starbucks. Ik heb Nessie opgehaald. En nu gaan we lekker naar onze gezamenlijke afspraak. Ik heb je opgehaald? Ik was gewoon thuis. Ik heb je opgehaald, toch thuis. Ik wil eigenlijk ontbijten met Nessie, maar hij heeft mij een beetje genaaid. Want hij heeft al ontbeten voordat ik terugkwam. Een beetje miscommunicatie. Hij heeft met je broertje eigen gegeten zonder mij. En ik wil heel graag een broertje ergens samen met jou eten. Dat is niet heel spectaculair. En Nessie heeft zijn nieuwe polo aan. Een nieuw? Ik vind hem wel cute. Mooi hoor, Ness. Alles staat jou zo prachtig. Heb je nieuwe schoenen ook gefilmd? Mag je ook filmen? Zijn nieuwe schoenen. Mijn haar is zo blond geworden. Dus ik heb maar weer een afspraak gemaakt voor Dina. En ik ben heel blij, want ze is weer in Nederland. Ze was op vakantie. En nu kan ik mijn haar weer even fixen. En aangezien het toch geen zomer meer is en de zon weg is, kan ik lekker voor een herfstkleurtje gaan. En natuurlijk ga ik voor koperblond. Nee, koper eigenlijk. Ik heb er echt zin in. We zijn dus onderweg naar onze afspraak samen. We gaan zo even omruilen van stoel, hè? Yes. Van plek. Van stoel. Van plek. Want Nessie moet even dus oefenen. Je moet de tekst oefenen, hè? Want je hebt vanavond ook nog een show. Ja. Zij gaat oefenen naast mij en ik ga zo even rijden. Ja. Dat is de planning. Alleen wat je zegt, ja. Nessie heeft vandaag heel veel geluk, want hij heeft onderweg moeten stoppen. Want deze meid heb al staan. Independent woman. Wij zijn even bij de tank gestopt. Want ik heb even een broodje gehaald. Ik heb een broodje met tonijnsalade. En ik vraag me altijd om er niks op te doen. Behalve tonijnsalade en gewoon sla. Dat vind ik eigenlijk het lekkerste. Gewoon simpel. Perfect. Ik moest pas even hier. Ja, echt. Even tomaat of tonijnsalade vind ik ook altijd heel goor. Yeah. Of komkommer vind ik eigenlijk ook niet zo lekker hoor. Wordt dat zo nat van? Ja. Gewoon lekker knapperig. Broodje gegeten. Toen was er nog een stukje over. Toen wou Nessie hem die eten. En wat vond je ervan? Waarom liet jij zoveel? Wat? Toen wou Nessie hem die eten. Jij bent echt gedwongen. Ja. Nee, ik zei, wil je nog mijn laatste stukje, want ik heb geen trek meer. Toen zei hij ja. Maar, wat vind je van mijn broodje? Hij smaakt naar parfum. Hij vindt mijn broodje naar parfum smaak. Gaat die goed, hè? Ja. Poison Dior. Poison Dior. Poison my bread. Ik poison alles wat ik aanraak.
Well guys, ik heb maar een heel lange dag gehad, vol met afspraken. Eindelijk thuis, het is nu 8 uur en Nessie moest gelijk vertrekken. Hij moet nog even een uurtje repeteren en daarna heeft hij dus een show. Dus kan hij even op zijn gemakje even een uurtje ergens oefenen. Ik ben helemaal gesloopt joh. Echt, we hebben alleen maar afspraken gehad. Ik wil mezelf eigenlijk een beetje opfrissen en ik wil eigenlijk nog wel iets doen vandaag. Om het even goed af te sluiten. Ik heb mijn jas aangedaan. Ik heb gewoon een winterjas aan. Want ik ga even naar de appie. Hij gaat zo sluiten met een kwartiertje. Ik ga even lekker drinken en zo halen voor mezelf. Ik ga lekker series kijken. En dan ga ik editen. En ik heb geen drinken meer. Dus. Ik ga stuk. Check mijn outfit dan. Jas, jurk en gewoon mijn sneakers. Ik ben even naar de appie geweest. Ik heb lekker cola zero gehaald. Ik ga even een lekkere salade maken. Gewoon heel simpel. Komkommer, tomaatjes. En als ik geluk heb, heb ik olijfolie. Wow. Kijk, doe het simpele salade. Tomaat, komkommer, olijfolie. Laatste tijd echt een beetje mijn favoriet. Bio appelazijn in mijn salades. I love it. Ik hou wel van het zure. En of course, Himalaya zout een beetje. Niet te veel. That's it. Normaal gesproken doe ik er nog wel rode ui bij, maar ik heb geen zin in die nasmaak voor het slapen gaan. En ik heb geen olijven en geen feta kaas, maar dit is gewoon echt fave bij mij. Het is inmiddels 1:30, ik ga even heel snel editen, want morgen heb ik dus weer allemaal afspraken. Dan ben ik bang dat ik weer niet ga redden en ik wil gewoon elke dag uploaden. Dat is gewoon, dat moet gewoon. Als je naar mijn vlogs kijkt en je soms denkt van waarom heeft ze soms een bleek gezicht en soms een bruin gezicht. Soms smeer ik voor het slapen gaan. Trouwens, hoe zien mijn tegels er nu uit op achtergrond? Ik weet het niet. Ik moet ze weer binnenkort even gaan schoonmaken. Soms doe ik eens voor het slapen gaan dit op van Colistar. Het is eigenlijk een soort van bruiningscrème voor gezicht. En als je zo echt 2 dagen achter elkaar opdoet, dan zie je dus echt een verschil in je gezicht. Maar ja, als je gewoon een bleek lichaam hebt en je doet het alleen op je gezicht, is ook natuurlijk een beetje raar. Het is vooral handig voor vrouwen. Zoals ik bijvoorbeeld. Ik heb een veel lichter gezicht dan mijn lichaam. Dus als ik dit opdoe, dan vooral vakantie of zo, dan sluit het mooi aan bij je gezicht. Zo, ik ben weer helemaal ready om naar bed te gaan. Ik heb lekker mijn tandjes gepoetst. Ik heb lekker mijn tanden gepoetst en mijn gezicht gereinigd. Ingesmeerd, mijn lippen even ingesmeerd. Ik ga nu lekker rustig gaan naar bed. Hij is even op de PlayStation. Hij heeft een heel goede show gehad, zei hij. Was hij echt heel blij mee, gelukkig. En wij gaan nu zo even naar bed. Dus ik zie jullie morgen weer. Doei!